guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdagochtend en ik ga met Kay en Paulina een leuke Insta-foto maken. Dus we gaan picknicken in het park en ik ga daar even heel veel ballonnen voor halen. Dus we gaan snel fietsen en voor de rest heb ik wat afspraken op kantoor en ga ik heel lekker op kantoor werken. Daar heb ik super veel zin in, want ik moet mega veel doen vandaag, computerwerk. En om 2 uur komt er iemand op kantoor mijn wenkbrauwen doen, echt super chill. Dus ik zie jullie zo. Ik ben aan het picknicken met Paulina en Kay. Gezellig! De croissantjes zijn nog warm. Ja, dus we kunnen echt zo gaan eten. We hebben net even een foto gemaakt. Met de wind en al de ballonnen die waaien. Ik ben weer terug op kantoor. En ik ga nu echt even heel hard werken. En er is een pakket binnengekomen van... Oh ja, ik weet het alweer. Van de Zara, maar ik wist niet meer wat erin zat. Ik zal het even laten zien. Let's see. Zomerdingetjes. Deze had ik besteld. Zo'n off-shoulder top. Deze is echt heel cute. Trouwens. Ik vind het geel echt heel leuk. Oh ja, die sandalen die ik zo graag wilde had ik. Deze top. Met hele wijde mouwen. I like it. Deze oorbellies. Hoe ga ik dit er ooit af krijgen? Die zwarte zijn echt vet. Ja, hier ben ik echt het meest blij mee. Zo nice. Ik hoop dat ik ze pas, want schoenen van de Zara vallen zo klein. Zien er ook klein uit. Ik ga het zo proberen. Hierin komt. Maar ik vind ze wel echt zo leuk. En dan had ik nog these ones. Satijn. Deze ziet er dan wel weer groot uit. Een lint. Op zich heb ik wel schoenen die hier heel erg op lijken. Die van vorig jaar. Maar ik vind deze ook wel cute. Ja, is wel leuk met zo'n lint. Ja. En deze. That's it. Ik had al verteld dat ik vandaag mijn wenkbrauwen ging laten doen. En iemand had mij benaderd via Instagram. Echt super leuk. En die doet wenkbrauwen aan huis. Dus dat is echt top in Amsterdam. Hi, ik ben Fabienne. Ja, dus zij heeft net alles hier neergezet op kantoor. En ze gaat, we hebben deze net even afgehaald, het getekende. Dan gaan we deze ook doen. Yes. En dan gaan we waxen en verven. Dus yes. Ik ga het even laten zien. Oké, we hebben ze net geverfd en nu gaan we waxen. Daar zat toch best wel weer wat haar. Ja, je moet even... Het gaat zo snel, hè? Als je zo kijkt, zie je al die dons haartjes zitten. Ja, maar ik dacht ook dat het er wat donker er alweer bij zaten. Een aantal, ja. Ik vind dat echt het allerlelijkste, als daar haar tussen ja, zit. Ja, dan heb je echt een vroeger had ik ook altijd van die zwarte haren hier. Zo heftig. Ja. Maar ook al die dons haren, zeg maar boven je wenkbrauwen, die maken het altijd zo rommelig. Ja, precies. Dus als je daar die zeg maar wegwakst, dan oogt die veel sterker. De eerste keer dat ik dat gedaan dacht ik echt, wow, dit is zo'n verschil. Waarom heb ik het nooit gedaan? Dat is ook zo. Maar mensen schrikken altijd heel erg, want ze denken altijd van waxen, van oh nee, ja, ik ga heel mijn wenkbrauwen eraan. Maar dat is totaal niet zo, want je haalt alleen maar buiten je vorm donsharen weg. Ja. Nou, dan hou ik nog even de overige verf weg. Ja, mooi. Mooi, hè? Kleur, ja. Die mooie handen. Oh, je zoekt die dan. Andere handje. Hey guys, good morning. Het is zaterdagochtend. Ik ben vergeten te vloggen gisteravond. Maar ik was alleen met Olivia, dus ik ben heel snel gaan slapen. Olivia doet nu haar ochtendslaapje en ik heb me even snel aangekleed. En ik ga nu even kijken of zij wakker is. Want ik heb met Kay afgesproken om te gaan ontbijt/lunchen. Dus ik ga even mijn spulletjes pakken en dan kijken of Olivia wakker is. Ik ben bij Ben aangekomen. Kay en Bo, Rebecca en baby Yuki. En we hebben Ben tot eventjes een scrambled egg. Oké, het is 7 later en ik ben thuis. En ik heb Olly net naar bed gebracht en mijn make-up eraf gehaald. En ik denk dat ik zelf ook lekker naar bed ga. Ik heb niet echt gevlogd vandaag, maar ik heb ook niks gedaan. Ik heb dus geluncht met die meiden bij... Ben Cody 10 en toen, ik heb trouwens een heel vies een hubba booba kauwgom in mijn mond. Want ik had zo'n zin in snoep en ik had niks in huis behalve hubba booba kauwgom. Dus dat ben ik maar gaan eten. Maar
Ja, ik heb een beetje opgeruimd en gegeten en met Olly gespeeld. Olivia loopt trouwens zo goed. Ik heb zo'n schattig filmpje, die zal ik even hier ergens erin doen. Die heb ik alleen met mijn telefoon gemaakt. Handje? Kom, gaan we lopen. Ha. Kom maar. Kom. Goed zo. Kom maar lopen. Goed zo, lekker snel lopen met mama's hand vast. Goed zo. Goed zo. Kom maar, ga je nu zelf verder? Handje weer. Zullen we weer met handje lopen doen? Nee. Nee? Dus, ik ga zo naar bed. Ik had trouwens van Kay, Kay heeft een sieradenmerk. Had ik superleuke enkelbandjes nog gekregen om mee te nemen naar Coachella. Ik heb er net even één omgedaan, zo leuk. Deze. Superleuk. Dus die ga ik zeker meenemen. Ze heeft nog een aantal andere ook gegeven. En deze vind ik zeker. Echt super cute. Haar merk heet trouwens Forever With Everyone. Maar volgens mij weten jullie dat zo onderhand wel. Oké, ik lig lekker in bed en ik ga slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. Olivia is naar haar lievelings tv-programma aan het kijken, namelijk de wasmachine. En ze zit in een wee. Maar daar halen we haar meestal uit. Voor degene die daar wat van zeggen. Of ze gaat er zelf uit, zoals nu. Oké, ik heb gedoucht en me aangekleed. En we zijn even boven aan het spelen. Hallo. En ik zit een beetje te twijfelen, want iedereen zegt dat het super mooi weer is buiten. Dus ik wil of naar Artus of naar het park met Olivia. Alleen al mijn vriendinnen zijn echt out of town. Dus ik ga alleen met Olly op stap, denk ik. En ik heb shorts aan, denim shorts. Maar ik weet ook niet of het daar wel... Ik heb trouwens nat haar, het is niet vet haar. Ik weet ook niet of het daar warm genoeg voor is. Ik heb wel een warm vest aan, maar ik heb dus deze shorts aan. Dus ja, maar ik ga denk maar proberen. Even Olivia aankleden. En dit is wat ik mee wil nemen naar Coachella. Ik weet alleen niet of ik het al heb laten zien of niet. Net in de vroeg. Zo, we hebben heel lang gelopen en we zijn eindelijk bij een plek aangekomen waar we wilden zitten. We wilden naar Artus, maar bij Artus waren ja, denk 300 mensen in de rij. Dus dat hebben we maar niet gedaan. Ik ben even gaan wandelen, want Olivia wilde slapen. Ze ligt lekker slapen in haar car. En gaan werken. Ik heb lekker Starbucks gehaald. Dus even bij Starbucks. In haar cellen. Zelf, het is echt zo mooi weer. Olivia lekker. Wij zijn weer thuis. En dit meisje moet zo naar bed. Alleen haar slaapzakje zit nog in de droger. Dus we moeten nog even wachten. Good morning. Het is maandagochtend. En ik heb gisteren niet gevlogd. Tenminste, wel gevlogd de hele dag. Maar s'avonds niet meer. Gisteren was echt de allerleukste dag ooit met Olly. Het was echt super gezellig. Nee, trouwens scherp. Ja, ik ga nu mijn spullen pakken, 9:30 en ik ga naar kantoor heel snel, want ik heb een hele drukke dag. Ik heb 1, 2, 3 afspraken en Sander komt vandaag thuis en ik moet veel kantoorwerk doen. Dus ik wil even voor mijn eerste afspraak dingen af hebben. En ik heb dit jasje aan, die is van Forever 21 van vorig jaar. Deze blouse met wijde mouwtjes van Patricia Pepe. Een broek van Girlfriend Denim van Revolve en mijn Miu Miu schoenen. Dus ja, ik ga er snel vandoor. Ik ben aangekomen op kantoor en er is al één pakketje op kantoor. Dus die gaan we even uitpakken. Ik had dit gezien op de site van Topshop. Alleen daar was het uitverkocht. En ik weet dat Zalando ook Topshop heeft. Dus daar heb ik het besteld. Het is een set. Dit rokje, lichtgeel. En ik zal het hieronder even linken. Als het er nog is, maar ik denk het wel. En dan dit bijbehorende jasje. Dus dat leek mij wel een leuke set om aan te doen. En er zit een heel klein streepje op, wit met geel. Dus dat is leuk. Er komt een pakketje binnen. Een heel leuk pakketje. Die ik zelf gekocht heb. For me, myself and I. Ta-da-da-da. Een Gucci shirt. Ik ben naar de kapper gegaan. En kijk maar eens.
We gaan mijn nieuwe extensions eindelijk zetten. Dus ik heb zo weer lang haar. Ik heb er super veel zin in. Dus ja, Melissa gaat het doen. Melissa heeft net een pony geknipt. Super nice. Ja, dus jullie gaan het zo zien. En mijn haar is weer lang. En ik heb net 2 afspraken gedaan. En nu gaan we even een koffietje drinken. En dan naar huis. Mijn moeder is er en Sander. Okay, ik ben thuis. En ik heb gezellig gekookt. Ik had een Mexicaanse salade gemaakt. Iemand zei nog niet vloggen en trap lopen. Dat krijg je er dus van. En gezellig gegeten met mijn moeder. Olivia en Sander. And there he is. Hey. Finally back in the vlog. Hi, ja. Hallo, hoe was je weekend? Is goed. Veel moest vliegtuig. Ik had zo'n vertraging vrijdag. In Amerika is heel erg storm geweest. Ja. En echt duizenden vluchten gecanceld. En ik zat op Detroit vrijdag. Was ik zo lang gedelayed dat ik mijn gig bijna miste in Miami. Daar kwam ik echt om 3 uur s'nachts aan of 2 uur of zo. En je moest om 1 uur draaien, toch? En ik moest om 1 uur draaien en die promotor die was echt boos. Maar ja, ik bedoel, ik kon niks aan doen. Nee. Ja, een dag eerder bij je kinderen weggaan, maar ja. Ja, maar ja, weet je wel, maar dat is zo irritant. Zo lang dan moet reizen en dat het dat niet lukt. Het gebeurt 1 keer op de 100, maar het is altijd heel frustrerend. Ik vond het ook zo stom, want ik zit dan hier en ik kan dan niks doen. Maar Jacksonville is echt super kicken. Mega gaaf. Jacksonville is ook in Florida, maar dan heel erg noordelijk. Eigenlijk bijna in North Carolina, zeg maar. Ja, zijn ik hier langs gereden? Ja, we zijn een keer langs gereden. Maar het is echt super leuk. En het weer was fabulous. Ja? En ja, lekker. Wat echt bizar is, is daar is een rivier. Die stroomt noordwaarts. En er is maar één andere rivier in de wereld die dat ook doet. En dat is de Nijl. En daar was ik een week eerder. Dus toen dacht ik bij mezelf, oké, ik heb echt een heel weird leven. Dat ik in 1 week de 2 rivieren zie die noordelijk stromen. Dus mijn vraag aan de lieve kijkers is, wat betekent dat? Ja toch? What does it mean? En Sander post ook altijd heel veel leuke foto's van zijn reis. En zijn Instagram is gewoon @Sander Kleineberg. Dus I'll pay you later. I will pay you later. En weten jullie dat ook weer? Dit is mijn Instagram. Ik heb net deze foto geüpload. Dus ja, that is it. Ik denk ook dat ik de vlog maar even ga afsluiten. Coachella! Ik heb er nog geen zin in, maar ik heb er donderdag vast wel zin in als we geland zijn. I guess. Donderdag vliegen we naar Toronto en dan vrijdag naar LA. En dan rijden we naar Palm Springs. En dan vliegen we maandag vanaf LA naar huis. Dan ben ik dinsdag weer thuis. Bij mijn allerliefste baby. Ze is zo lief. Ik hou zo veel van haar. Maar goed, ik ga lekker mijn pyjama aandoen. En naar bed. En ik zie jullie morgen. Morgenochtend om 9 uur heb ik een ontbijt. Van H&M. Ja, van H&M. En allemaal afspraken. Morgen. Wordt leuk. Maar ik ga dus de vlog afsluiten. Dus vergeet niet te subscriben. Dat vergeet ik altijd te zeggen. Dat zou ik heel leuk vinden. Want als ik 50.000 subscribers heb, ga ik een hele maand elke dag vloggen. En ja. Ik vond het weer allemaal heel leuk. Ik ga de vlog afsluiten en ik zie jullie zondag weer. Bedankt voor het kijken.